Het is niet zomaar een spijkertje slaan of een beetje schaven. Wie een molen goed wil onderhouden of restaureren, moet zelf eigenlijk ook een klap van de bekende molenwiek hebben gehad. Ja, nou dat heb ik zelf toevallig ook. Ik heb onlangs ook mijn molenaarsdiploma gehaald. En ik ga zelf ook op een molen wonen. Voor mij is het mijn hobby, mijn beroep, alles. De liefde voor de molen brengt hij nu in de praktijk in Oegstgeest, waar deze wipmolen een opknapbeurt krijgt. Nou, dit is eigenlijk gewoon een heel simpel klusje. Gewoon oude beplanking eraf. Het rotte hout repareren wat erachter zit, behandelen en dan de nieuwe beplanking er weer op. Er wordt niet alleen op locatie gewerkt. Soms moet worden uitgeweken naar de werkplaats in Hoogmade. Bijvoorbeeld als er een nieuwe wiek nodig is, zoals voor de molen in Zoeterwoude. Ja, het metaal waar het latwerk aan zit, die was ernstig door roest aangetast en ook een paar lassen gescheurd. Dus die molen staat ook al een jaar stil dat hij vanwege de veiligheid niet meer mag draaien. Molens moet je sowieso goed onderhouden. Al eens in de 10, 15 jaar. Restauratie, echt een hele grote klus. Eens in de 25 jaar. En ja, eigenlijk het jaarlijks onderhoud, dat komt iedere 1 à 2 jaar eigenlijk wel terug. Zodra de molen weer klaar is, gaat hij op transport en wordt dan met een kraan op zijn plaats gehesen. En dan is de grote molen in Zoeterwoude weer compleet.